Vandaag ben ik op bezoek bij Sarah en Lila. En we gaan tekenen. Kasteel gaan we tekenen. Wow. Met een brug. Ja, een kasteel. Maar hoe ga je dat dan doen? Eerst moet je de grond tekenen. Ja? En daarna kan je het handigste om de brug te tekenen. En daarna kan je de deur tekenen. En daarna begin je van de toren. Wat weet je dat goed? Weet je ook wie er woont in een kasteel? Ja, bijvoorbeeld ridders en prinsessen en koningen. Ja. Ja. En ben je zelf wel eens in een echt kasteel geweest? Ik was ook een keer eerder, toen was ik 5 ongeveer. Ja? En toen was ik ook met papa en mama in het weekend naar een kasteel geweest. En toen gingen we het hele kasteel ontdekken met een mevrouw. Oh, wauw. Dat is cool. Dit is de brug. En hier zijn de ramen waar je door kan kijken. Ja. En dit is de muren. Wat is het mooi geworden. En dit zijn de punten van het kasteel. Dat is dus het dak. Ja. Zodat je niet nat wordt. Heel handig. Dit zijn de wolken. Ja. Dit zijn de vlaggen. Mooie vlag van Nederland. Dit is het gekleurde gras. Mooi. We hebben hem nu getekend, dus we weten hoe het eruit ziet. Dus nu kunnen we hem misschien wel bouwen. Leuk! Waar zijn die blaadjes voor? Oh, ik snap het. Dit zijn de stenen. Wat een mooie kleuren. Een heel gekleurd kasteel wordt het. Kunnen we niet een raam erin doen, anders hebben we alleen muren. Heel goed. Je moet ook naar buiten kunnen kijken als je in het kasteel zit. Voorzichtig, jongens. Oei, goed zo. Mag ik ook even? Hier, kijk. Ja. Oeps, een kindje. Wat wordt dit? Zo, en hier de deur. Ah, ik snap het. Dit zijn de torens van het kasteel. Hier ook nog eentje. Hoepakeetje. Zo, hij zit. Oh, hij wordt mooi, zeg. Wat moet er nog bij? Ja. Oh ja, de vlaggen. Ik denk dat het handiger is als we nu de vlag erop doen. Ja, zeker handig. Ja. Plak hem er maar op. De vlag van Nederland op het kasteel. Rood, wit, blauw. Met mooie strepen. Nee, de strepen die moeten niet naar beneden. Maar, ja, oh. Nu is het blauw, wit, rood. Nou, ook mooi. Hé, en nog een mooie ballon erbij. Hé, prinsessendingen. Hebben jullie voor mij een ridderding? Ja, een ridderhelm. Het plakband vastzet. Cool zeg. Mag ik het kasteel nog even zien? Kijk eens, dit zijn de ramen. Ja? En dit zijn de muren. Ja, mooi. Dit zijn de torens en dit zijn de ballonnen. Ja, dit ik zie zijn het. De ballonnen. We hebben ze heel mooi versierd. Dit is de brug. Oh, wauw, een ophaalbrug. Ja. Dag, mooi, tot de volgende zeg. Keer. Tot de volgende keer. Hallo, ik ben Naomi. Flip komt bij me logeren. Ja, ik mag met Naomi mee. En we gaan vandaag kaarsen maken. Hier gaat het in gebeuren. Dus ik zou zeggen, ga je gang. Ga jij maar beginnen. Ja, en nou heel rustig omhoog halen. Even uit laten lekken. Moeten die touwtjes kaarsen worden? En als die goed uitgelegd, je hoeft niet te schudden. Kijk, Flip die vindt het ook al leuk, zie je dat? Ik vind het heel leuk, maar ik snap het niet. Want hij lacht. Ja. Moet ook. Oh, ik zie het al. Ze worden steeds dikker. Dat warme kaarsvet blijft aan de touwtjes plakken. Er komt steeds een laagje kaarsvet bij. Nu gaan ze al echt op een kaars lijken. Naomi, mag ik ook een keertje? Ja, we gaan het samen doen. Hoe lekker dik. 2. Zo belangrijk. Ja? 4. Voorzichtig het touwtje in het kaarsvet laten zakken. Die kan ook al kaarsen maken, zie je dat? Zo. Doet het heel goed. Doen we dat nog een keertje.
Zou die al bijna klaar zijn? Nou, kijk eens even hoe mooi dat wordt. Wat doet die meneer nou? En dan ga ik zie je dat? En dan ga ik hem even draaien zo. Oh, hij maakt er een krul in. Ik ga het zeggen van. Zo, mag je ook 70 keer in het koude water? 24, 24, 25. We gaan de kaars in het koude water, dan worden ze hard. 27, 28. Ja, zak hem maar. Ze krijgen mooie kleuren. Rood, en blauw en geel. Wat is die voor jou kleuren? Ja? Zal ik hem even doorknippen? Dan kan Flip hem veel beter vasthouden. Knip. Zo, nou. Wat voor kleur wij hebben, Flip? Rood. Rood? Ja, rood. Nou. Dat vind ik een mooie kleur. Mijn rugzak is ook rood. Flip, die kan dat wel, hoor. Dan gaan we dat zo eventjes... Oh. Kijk eens aan wat Flip kan, zeg. Ja, goed, hè. Jongen. Ik ben een echte kaarsenmaker weer. Ja, maar huh? Dan moet je dus weer nu laten. Ik ga met Flip even afkoelen, hoor. Hè? Huh? Zo. Oepla. Hup. Dan kan hij lekker afkoelen. Want anders worden straks allemaal kromme kaarsen als je thuis komt natuurlijk, hè. Nee, omdat hij ook geen lontje. Nou, dan moet Flip hem even uitblazen. Flip, blaas hem even uit. Goed zo. Dik. Wat branden ze mooi, hè? Ja? Dat zei je ook niet. Ik vind het heel gezellig bij Naomi. Ja hoor, jij zin niet. Dag.